En hele goede morgen jongens, het is maandagochtend. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Lekker fanatiek begin. Ik was de laatste week een beetje hangerig, een beetje mwah. Maar ik ben er weer, heb ik het gevoel. De zon schijnt, het is fantastisch weer. Ik ben helemaal blij. Ik ben helemaal in mijn element. Even bijkletsen, want er is het een en ander gebeurd. Ik zet jullie even neer. Ik heb net even een zelftestje gepoeld, want we waren afgelopen weekend... Zien jullie mij? Afgelopen weekend waren we met Robin en Rens naar Frankrijk. Zoals je in de vorige weekvlog hebt kunnen zien, waren we daar op bezoek bij de trouwlocatie waar Robin en Rens aankomende zomer gaan trouwen. Echt fantastisch. Ik kijk er enorm naar uit op mijn ceremoniemeester, dus ik mocht mee. We hebben een enorme slag kunnen slaan, maar na de eerste dag van ons bezoek werd Robin heel erg ziek. En die voelde zich echt niet lekker. Alleen we hadden geen testen daar en wisten ook niet echt hoe het werkte. Dus, maar goed, de kans dat je corona oploopt is natuurlijk in deze tijd vrij aanwezig. Dus wat hebben we gedaan? Robin die is in de kamer blijven liggen op bed. We waren daar in principe maar 2,5 dag. Dus die heeft 1,5 dag daar op bed gelegen. We hebben haar allemaal niet meer gezien voor de zekerheid. Zo van, oké, en als we thuis komen ga je gewoon meteen testen. Dus we zijn naar huis gegaan. Robin en Rens hebben zich vandaag getest. Rens had nergens last van, maar ze zijn wel allebei positief getest. Dus, die hebben corona. Nou hebben wij 3 maanden geleden nog corona gehad. Maar ik heb toch voor de zekerheid even een zelftestje gedaan. Die was negatief, dus we zijn safe en ik ben gewoon geboosterd en zo. Dus in principe... hoef je dan ook niet binnen te blijven als je me in contact bent geweest. Maar ik ga wel even iedere dag testen. Dus, dat is even de update. Lars ook negatief, dus dat is lekker. We hebben het natuurlijk tegelijkertijd gehad. En ik zei ook al tegen Robin en Rens van... joh, weet je, einde van de maand gaan we op wintersport. Nu heb je het gehad, nu weet je in ieder geval dat je het dan niet hebt. Dus dat we dan gewoon met z'n allen op wintersport kunnen. Dus dat is superleuk. Lekker hè? We hebben de bank weer buiten gezet. Dit wordt mijn werkplek voor de komende week, heb ik besloten. Laptop. En nu lunchplek. Poppie. Oh jongens, er is weer even een soort van rust in mij. Ik had echt ineens super veel stress voor mijn scriptie van het weekend toen we in Frankrijk waren. Hoewel ik bij mijn vorige scriptie deadline, voordat ik hem natuurlijk de eerste keer had ingeleverd, eigenlijk helemaal geen stress had. Ik was best wel zeker van mijn zaak en ik had heel veel motivatie om eraan te werken. Ik wilde het gewoon heel graag afmaken. Dat had ik deze keer helemaal niet. Ik denk dat er toch een klein deukje is opgelopen door die 5. Een 5 van mijn hoofd, 2,5 gegeven. Dus ik merkte gewoon dat ik echt een stuk moeilijker gemotiveerd was. Ik heb het de laatste weken ook al gedeeld. En ik heb best wel wat manieren gevonden om mezelf te motiveren. Maar het was een stuk lastiger dan voorheen. Nou heb ik nu alle hoofdstukken. Ik heb 6 hoofdstukken nog zonder alle poespas eromheen. Dus samenvattingen en conclusies allemaal nog niet. Maar alle hoofdstukken heb ik nu helemaal in de vorm zoals ik ze wil. Met alle tekst erin. Wel met een paar vragen erbij die ik nu weer naar Elske ga sturen van Revise Me. Die partij die scripties meeleest. Dat echt nog steeds een redding is. Zij gaat er nu naar kijken. Maar het voelt nu wel weer alsof ik een stap dichterbij ben. Het duurde heel lang voordat ik iets naar haar kon opsturen. Omdat het iedere keer nog niet compleet was. En ik wilde ook niet haar werk laten nakijken waar ik nog niet tevreden over was. Dus het was even een warboel in mijn hoofd. Maar ik merk wel, als je er dan weer aan bezig gaat en je bent weer een stap dichterbij of zo, dat het dan rust geeft. Mijn planning wat betreft mijn scriptie, ik moet er volgende week vrijdag inleveren, is als volgt. Ik wil deze week met Elske in ieder geval alle puntjes op de i zetten. Zorgen dat zij overal tevreden over is en dat ze het gewoon top vindt. En vervolgens wil ik het vrijdag naar een advocaat sturen die ik heb leren kennen via LinkedIn. Super aardige man die zei van joh, dit is echt mijn vakgebied. Dus als je wilt dat ik er naar kijk, stuur me even je eerste versie op en je feedback en je tweede versie. Dan ga ik even voor je kijken of je de feedback goed hebt begrepen. En nou ja, beter dan dat kan natuurlijk niet. Iemand uit de praktijk die daar even naar gaat kijken. Dus dan heb ik 2 tweede lezers en dan hoop ik toch echt dat het dan goed komt. Nou, mocht die advocaat dan nog opmerkingen hebben, heb ik volgende week nog de tijd om die opmerkingen aan te passen. En dan hoop ik toch wel dat het einde in zicht is. Want ik ben er echt onwijs klaar mee. En dit is gewoon de fucking laatste stap. De vorige keer dat ik mijn scriptie inleverde, had ik nog een tentamen. En toen dacht ik nog, ja, dan kan ik daar nog op falen, weet je wel. Maar nu heb ik dat tentamen ook gehaald. Dus nu is dit letterlijk het enige wat er nog moet gebeuren. En ben ik gewoon zo blij als het achter de rug is. En als ik jullie ook niet meer hoef te vervelen met deze verschrikkelijke scriptiepraat. Want ik heb echt af en toe het idee dat je er helemaal gek van wordt. Maar het is zo'n groot deel van mijn leven dat ik het ook niet meer kan mijden. Dus volgens mij zijn we er allemaal klaar mee.
Nou, zijn we natuurlijk volop bezig met de voorbereiding voor de bruiloft. En daar hoort één heel belangrijk ding bij. Namelijk het bruidsmeisje. Dus we zijn op zoek gegaan naar bruidsmeisjesjurken. Ik heb al een keer eerder een bruidsmeisjesjurk gekocht bij ASOS voor de bruiloft van Demi. En nu is het wat moeilijker, want die heb ik gewoon zelf uitgekozen. Maar nu moeten we natuurlijk met vijf andere of vier andere meiden allemaal dezelfde jurk. Dus ik heb wat jurken besteld om even te passen, ook qua maat en zo. En die ga ik nu even met jullie bekijken. En Robin staat er ook onder met de telefoon. Dus als je geblair hoort tussendoor, dan weet je hoe het komt. Het gordijn dicht, want dan ziet iedereen met mijn blote kont. Dit is hem. Nou, die vind ik toch ook mooi. Mooi, hè? Heel mooi. Ik vind hem ook niet tegenvallen, hoor. Zelfs zonder BH zit hij mooi. Wauw. Het hangt er goed in, ja. Ja. De volgende jurk in het groen. Oh, die vind ik eigenlijk ook mooi. Ik vind hem wel mooi. Ik vind de kleur ook erg mooi. Ik maak hier ook even een foto van. Ja. We moeten deze zo... En dan moet die zo en zo. En dan kan je kiezen of aan de voorkant. Die is ook mooi, ja. Die van Sander heb ik ook foto's van. Sam vond hem ook heel leuk, die ze aan had. Of aan de voorkant. Of we kunnen hem nog doorwikkelen. Laat ik het zo zeggen, Rob. Ik denk dat ik het bij geen enkele vervelend zou vinden welke het zou worden. Nee, ik ook niet. Mooi. Mooi, heel mooi. Very mooi. Ja. Ja. Ik vind die rug echt prachtig. Holy shit. Heel mooi. Die moet je ook even een foto van maken. Ja, ik zal ook even mijn rug een foto proberen te maken. Nou moeten we de jurken natuurlijk met z'n vijf uitzoeken. Dus ik gok dat er nog wel wat andere jurken aan te pas gaan komen voordat we eruit zijn welke het gaan worden. Maar ik vind ze alle drie fantastisch. En eigenlijk vind ik alle jurken leuk, dus het maakt mij niet zo heel veel uit. Ik ga nu lekker eten. Ik heb een gezond maaltje voor mezelf gemaakt. Vegetarisch curry matras van het vers pakket van Lidl. Dat is echt verreweg de lekkerste curry matras die je maar kan wensen. Dus ik ga hiervan smikkelen op de bank voor de televisie. Want daar is het werken. Dus dat is niet gezellig. Dus dan maar dit. Hallo jongens. Het is dinsdag. En het is een zonnige fijne dag. En Lars was net naar de Albert Heijn en we hebben eindelijk iets gevonden wat we al lang zochten. Namelijk... Let's go! Tonijn in blik, maar niet zomaar tonijn in blik. Dit is vegetarische tonijn in blik. Ik zag echt, nou ik denk al weken geleden dat ze deze verkochten bij de Albert Heijn. Maar iedere keer als ik bij de Albert Heijn was, hadden ze hem niet. En nu wel! Dus ik ga kijken of ik vegetarische tonijnsalade kan maken. En of dat dan net zo lekker is als gewone tonijnsalade, want... Wij zijn allebei helemaal gek op tonijnsalade. Vinden het heerlijk. Alleen, ja, ik weet niet of je die documentaire op Netflix hebt gezien. Echt het beste voor de wereld en voor de tonijn is het natuurlijk niet. En aangezien het deze week de week zonder vlees is en automatisch dan ook wel een beetje de week zonder vis. Leek ons dit het uitgelezen moment. Oeh, het ruikt heel vies. Het ruikt echt naar kattenvoer. Wat zijn we? Nee joh, helemaal niet. Nou, ik vind die lekker uit. We gaan gewoon alles erin gooien wat we normaal bij tonijnsalade er ook in gooien. Maar waar had jij dit ook weer gegeten, zei je? Ik had het nog niet gegeten, ik had het gezien. Hey. Wat zeg je? Ik had het gezien. Oh, ik dacht dat jij het laatst gegeten had een keer. Nee. Godverdomme. Het lijkt wel of er een rare kruiden doorheen zit of zo. Dus het is echt helemaal niet. Ik vind het echt heel vies. Ik vind het echt heel vies. Heb je al dingen erin gehad? Ja, alles erin. Heb je? Een hapje alsjeblieft. Ik vind het echt heel vies. Ja, ik zie het aan je. Jij vindt het ook niet nice. De
heeft wel de nasmaak van een trui. Nou, ik vind het niet zo vies. Nou, dan mag jij het opeten. Ja, maar ik hoef het niet. Oh, godverdamme. Oké, het wordt gewoon een ouderwets broodje feta, want godverdamme jongens. Tonijn, niks voor mij. Vegetarische tonijn. Gewoon de tonijn wel. Ik heb vanavond iets gedaan waar ik jullie niks over kan vertellen. Want ik ben altijd bang als ik iets wat betreft een verrassing doe, dat degene waarvoor de verrassing is net deze video kijkt. Dat is natuurlijk een beetje het risico aan vloggen. Dus daar kan ik niks over zeggen, maar ik kan wel zeggen dat het in de buurt van Den Bosch was. En Lars geeft daar tennisles en ik ben nog nooit bij een les geweest kijken sinds hij hier in Bokstel werkt. Hallo. Dus ik ga even gezellig kijken. Hij hoeft nog maar een half uurtje. Dus ik dacht, het is wel leuk om mijn man even aan het werk te zien. Een hele goede morgen jongens. Het is woensdagochtend en het was leuk gisteren bij Lars even kijken. Het was maar heel kort en snel en ja, ik kan daar ook niet echt filmen, want het zijn natuurlijk allemaal vreemde mensen. Maar het was wel leuk om een keer gezien te hebben. Weer. Ik zit nu in de auto en niet alleen. Ik heb Muisie bij me, want Muisie moet vandaag naar de dierenarts. Muisie wordt vandaag gecastreerd. En ik vind het gewoon een beetje zielig. Ik heb er ook helemaal geen ervaring mee, want we hebben natuurlijk Bumper. En dat is ook een mannetje. Alleen die had gewoon nul seksdrive. En ja, daardoor dachten wij, ja, boeien. Kijk, bij een hond heb je toch wat meer in de hand. Maar goed, de kat gaat naar buiten, wel afgezet. Ja, en qua karakter heeft iemand mij ooit gezegd dat het dan beter is en zo. Dat ze anders misschien te heftig kunnen worden voor in huis. Dus we hebben besloten om dat te doen in overleg met de dierenarts. Die vond het helemaal een goed plan. Dus wij gaan hem nu naar de... ik ga hem nu naar de dierenarts brengen. En dan wordt hij om 2 uur vanmiddag geopereerd. Het is nu 9 uur. En dan... volgens mij mogen we vanmiddag ook weer ophalen. Muisie. Nou, schatje. Nou gaat Muis vandaag onder het mes, maar ik ga ook onder het mes. Een iets ander mes, gelukkig. Ik ga een stuk van haar afhalen. Ik weet namelijk even niet zo goed wat ik nou wil van de zomer. Ik had natuurlijk vorige zomer echt super kort, echt tot hier. Was ik echt heel blij mee, maar met extensions was het wel weer moeilijk omdat het lang duurde voordat het weer een beetje mooi inblendde. Dus Romy gaat hem nu even knippen op mijn eigen lengte. En dan heb ik 2 weken de tijd om daaraan te wennen. Want over 2 weken krijgen we weer nieuwe extensions. Dus ik ben heel benieuwd wat het wordt van de zomer. Ik denk dat ik weer 100 keer ga wisselen tussen ieder haarstel. Ik kan gewoon geen keuzes maken. Als ik kort heb, denk ik na een tijdje altijd weer, oh ja, maar lang was ook zo leuk. En andersom precies hetzelfde. Dus ja, never ending story. Lars is ook mee, want we gaan zo naar de IKEA. En dat is hier om de hoek, dus ik zei ja, je moet toch even mee. Tadaam! Wat is er? Ik dacht dat dit mij recht doorgaan. Oh. Het is weer lekker kort, jongens. Dit is dus mijn eigen lengte haar, maar dan met extensions. Dat ziet er zo uit. Dus even kijken. Dit is eigen haar, dit is extension. En mocht ik nou over 2 weken weer lang willen, dan kan dat dus. Dus ik ga even kijken wat ik lekker vind, want ik vind dit met dit weer vind ik dit echt fantastisch. Vind je het leuk? Ja, wel leuk. Wel leuk? Jij was volgens mij degene die laat tegen me zei, oh je moet echt weer kort. Maar wel korter eigenlijk. Nog korter? Ja, want vorige keer korter. Ja, ja maar dan matchen mijn extensions niet zo goed. Maar goed, er was dus een reden dat Lars met mij mee was, want we gaan naar de IKEA. We hebben echt al weken zo'n lijstje opgebouwd met dingen die we nodig hebben. Ja, het is echt top. Dus dan ga je niet zonder doel naar de IKEA. Er zijn allemaal van die kleine dingen waar je ook niet per se alleen voor daarvoor naar de IKEA gaat. Maar nu hebben we zo'n lijst opgebouwd dat we wel even kunnen. Stuur ook nog even een groetje. Of iemand nog wat nodig heeft. Ja, we hebben bakjes. We zijn aardig onderweg. We hebben bakjes. Servetjes. We hebben servetjes, want die vind ik leuk. Moeilijke zakjes. Dit is echt een tip. Kijk, deze servetten die hebben zo'n randje en daar steek je dan je bestek in. En dat ziet er echt super chic uit voor etentjes thuis. Dat is leuk, is enig. Heel leuk. We hebben een nieuw dekbed overtrek. We hebben een keer iets gevonden wat we allebei leuk vinden met streepjes. Deze is heel leuk. En we hebben heel veel zakjes. Niet alleen voor ons. En? Don't forget. Oh ja, Lars wilde een groot glas. Ja, drink your water, kids. Drink your water. Lars die is altijd gefrustreerd als hij net water heeft gepakt. Dat zijn glas dan al heel snel leeg is dat hij dan weer opnieuw water moet pakken. Dus hij moest per se een groot glas. Nou, gelukt. Zijn dit? Oh, dit zijn voor in de wc. Die zijn wel fijn, hè? Ja, wij moeten echt... Waar koop je nou handdoeken en theedoeken die echt drogen? Want onze theedoeken...
Dit voelt wel. Ja, maar dit is een gastenbadhanddoekje. Dit hang je in de wc. Ja, maar dit kunnen we. Ja. Oh nee, dan kan je hem niet gebruiken als. Nou, niet als theedoek. Toch? Jawel, want dit droogt juist. Ik wil dit. Dit is het. Nou, kies een leuk kleurtje. Die daar rechts, deze? En die witte. Dit is ons kleurtje, hè? Ja. Wij vinden deze kleur altijd mooi. Bij alles bij de IKEA denk je altijd, oh, kost niks. Neem hem mee, nemen we mee. En dan bij de kassa is het toch weer tering rood. 30 keer 50 is dat dit? Ja. Hangt hier boven. 2 euro zijn die. 30 keer 50. En dat is deze maat. Ja. Ja, dat is perfect. Nou, neem mee. Neem mee, schat. Neem mee. En wat we dan doen, is altijd zet je wit en bruin. Wit. Voor de handen? Handen, bruin, pannen. Strak plan, schat. Strak plan. Het enige wat ik nog wil zijn opbergdozen voor in onze pakskast. Kijk, nee, dit was ons kleed. Nee, wij hebben een andere kleur. Ja, maar ik bedoel, dit is ja, het was wel echt zo. We hebben dit badkleed, maar hebben we ondertussen zoveel. Dat was mijn ring. En mijn handen voelen heel naar in. Zoveel gewassen dat die helemaal niet meer zacht is, maar gewoon. Vies. Dus we moeten eigenlijk een nieuwe, maar ja, dan gaan we niet weer deze nemen. Ja, maar ik vind deze badmatten verder niet heel leuk. En wit durf ik echt niet aan. Zullen we zo'n bakje doen voor de tandenborstels? Ja. We hebben nu geen bakje voor de tandenborstels. Al een glazen had weg zijn, doe maar. Ja, deze is leuk, hè? Ja. Deze past op onze badkamer. Nou, een losse zeep hebben wij nooit, hè? Wil je dan ook het zeeppompje erbij? Dit is zo'n bijverkoop, we hebben echt niks aan hebben. Nou, daarvoor ga je naar de IKEA, schat. Ja, dan ben je maar weer. Ha, poepie. Hey, jongen. We mochten hem meteen weer ophalen. Het ging allemaal hartstikke goed. De meiden van de dierenarts waren helemaal verliefd op hem. Filmpjes gemaakt. Ja, helemaal filmpjes dat hij zichzelf lekker lag te likken. En hoe lief hij was op schoot. En dat het zo'n lieve poes was. Nou, ze hebben echt wel 4 keer gezegd hoe lieve poes het is. Of kat. Ik weet niet welke kat ze hebben gezien. Hebben ze door de wacht gehaald? Is dit wel die van ons? Nee, hij is heel lief. We hebben ook echt een schatje. Het is gewoon maar je kan wel zeggen, het is wel een eigenwijs beest. Ja, hij is eigenwijs en hij vindt het niet leuk om opgetild te worden, maar hij is natuurlijk wel echt gezellig. Hij zoekt de gezelschap altijd op. Ja. Dus dat vonden de meiden van de dierenarts ook erg leuk. Eigenlijk ook mooi hoe ze die operatie doen, hè? Hoe ze vertellen. Helemaal geen hechtingen en zo, dus dat is echt top. Ik ben helemaal blij. En hij lijkt ook al wel weer heel relaxed, dus... Hij liep al door de dierenkliniek gewoon een beetje rond en was een beetje aan het chillen. Nou, dat was een prima operatietje volgens mij. Bon. Lievertje. Dus we gaan lekker snel met hem naar huis en dan... Het is lekker telefoongesprek die je niet ophangt. Doe even je moeder bellen alsjeblieft. Ik heb mijn telefoon zit helemaal in mijn tas. Ja. Met een tasje naar buiten. Hey, ben je weer thuis? Ben je er weer? Hi, jongen. Nee, het is echt nog wel dezelfde hoor. Ik zie het meteen aan hem. Een hele goede morgen, jongens. Het is donderdagochtend. Bijna middag. Ik heb even pauze. Want ik moet wachten tot ik mijn scriptiestuk weer terugkrijg. En ik durf het bijna niet te zeggen. En ik hoop met heel mijn hart ook niet dat de postbezorger aan de deur komt. Maar het is 10 maart. En ik zit in mijn bikini in de tuin. Ik weet het, het klinkt echt debiel. En het is misschien ook wel een beetje debiel. Maar het is zo onwijs lekker hier in die kuil in de zon. En ik had mijn broek eerst uitgedaan. Dus zat ik in mijn onderbroek hier. Want ik dacht, nou kunnen mijn benen alvast een beetje bijkleuren. En toen dacht ik, oh, het is wel warm hè. Ja, het is wel warm. Zal ik mijn shirt ook uitdoen? Maar ik had geen BH aan. Ik dacht, weet je, fuck it. Ik trek gewoon mijn bikini aan. Dus ik zou wel, mocht de postbezorger aan de deur komen, ik doe niet open. Ik beantwoord alleen de ring, want dit is natuurlijk keiverlul. Dat je op 10 maart in de tuin ligt te zonnen. Maar ik dacht, ja, weet je, als ik dat uurtje pauze nou eens even lekker benut. Dan, ja. Heb ik jullie trouwens ooit al voorgesteld aan deze feta? Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar deze koop je dus bij de Turk en dit is echt de feta. Jullie weten hoe een feta fanaat ik ben. Dit is de lekkerste die er is. En die koop je bij de Turk, zijn we ook in een half blik. Dus je hoeft niet meteen een kilo te kopen. Maar hier komt het toch wel op. En het is zo lekker op een cracker. Dit moet je een keer proeven. Altijd mensen die zeggen dat ze niet van feta houden. Dat snap ik. Dat is namelijk zo feta heeft vanuit de supermarkt een beetje een geitensmaak. En deze feta is gemaakt van koemelk. En nee, dit is geen gesponsord praatje. Maar ik ben gewoon echt weg van deze feta. En het leuke was dat ik ooit in de Turk was.
Dit heb ik misschien ook al een keer verteld. Maar dat het meisje van de Turk naar me toe kwam en zei van... jij houdt zo van die feta, hè? Ik weet welke je moet hebben. Dus vet lief, had ze helemaal met me meegedacht. En ze had gelijk, want dit is inderdaad de feta. Terwijl ik dus dacht dat ik hem altijd vers moest kopen. Maar omdat het koemelkfeta is, blijft hij vers in zo'n bak. Weet je wel, die je bij de Turk hebt, blijft hij niet goed. Maar in zo'n blik wel, omdat er gewoon genoeg vocht bij blijft zitten. Dus dit is echt fantastisch. En hij is dus ook goed smeerbaar. Je kan hem gewoon op je brood of op je cracker doen. Als je vriend met zijn vader naar een cabaretier gaat en je hebt geen zin om te koken, moet je gewoon zorgen dat je om 5:30 bij je ouders aankomt. Dan kan je mee eten. Goed idee, hè? Maar nou hebben we... Waarom ligt dit hier? Nou, dat is door de jaren heen verzameld. Dit is de meuk. En dat wordt uitgezocht. Door... En dan kan het weggegooid. Ja, maar alles wat je nu weg gaat gooien, mis je over een paar dagen. Nee hoor, zeker niet. Nou, de huistelefoon van vroeger kan wel... Ja. Dit is zeg maar hoe een huishouden aan snoertjes eruit ziet na 20 jaar. Niet normaal. Maar dit was vroeger onze huistelefoon. Zo grappig. Maar goed, ik heb mijn oude... Of ik heb eigenlijk Niek de oude iPod gevonden. Ik weet niet waar mijn is. Die moet hier eigenlijk ook tussen zitten. Maar er staat toch dezelfde muziek op. Want mama die kon illegaal liedjes downloaden. Oh! En nou heb ik oortjes nodig. Die erin passen. En al onze oude oortjes of onze nieuwe oortjes passen natuurlijk niet. Dus deze aansluiting hebben we nodig. Oh, die heb ik nog wel in mijn... Heb jij die? Ja. We kregen op een gegeven moment allebei een iPod. En dat was niet de iPod de officiële, maar volgens mij gewoon die van de Aldi. En daar konden we dan muziek op zetten. Maar mama die kon dat heel goed liedjes downloaden. Dit is ja. Van een van de vliegtuigmaatschappijen. Oh ja. Mama kon dat illegaal liedjes downloaden. Maar die had dan wel alleen de eigen muziek gedownload. Dus toen hadden wij volgens mij 17.000 nummers op die iPod staan. En dan vonden we er dan 10 van leuk. Dus dan wist je, oké, nummer 873, dat is cd van jou, cd van mij. Die vonden we leuk. Maar je kon uiteindelijk wel alle 1000 liedjes meezingen. Ja, ja, ja. Maar er zat ook, jij downloadde dan hele cd's. Er zat ook allemaal rommel tussen. Jazeker. Niet alleen maar leuk. Kijk, dit is de iPod. iPod Aldi, laten we hem iPod Aldi noemen. Hoe gaat zoiets aan? Ja, er was zo'n aanbieding ooit ergens. Ja, maar het is 8 gigabyte. Hij deed net een wachttekentje toen ik hem erin stak. Oh, ik zie iets in beeld. Solio. Music. Maar moet je eigenlijk iets hebben met een draadje met een box? Ik krijg het laten horen. Ja, body to body. Of ik zet hem, misschien kan het helemaal knijten hard. Ik wil je straks, ik wil je nu. Walter Kroes. Ik wil je nu. Continu. Na mijn armen smelten. Wanna dance with somebody. Kwaliteit is wel op het best. Maar hoe kan ik nou zien hoeveel nummers er staan? Jammer dat wij niet horen. Woe! Ik zing wel mee. Hey, dit hoort bij mijn koptelefoon. Het moet in een box kunnen. Bij mijn koptelefoon, dus dit kan in een box ook. Quinn! Kom eens. Het zit erbij. Upon the show and the sun begins to fade. Goedemorgen, meisje. Een hele goede morgen, jongens. Het is vrijdagochtend. Ik heb vandaag een deadline voor mezelf gesteld. Ik moet ver komen met de scriptie. Want ik heb precies nog een week voordat ik het moet inleveren. Nou dacht ik wel, ik ga het mezelf comfortabel maken. Ik zit niet in mijn bikini nog. Ik heb me ingehouden dit keer. Het was ook een beetje fris, dus ik heb het dekbed mee naar buiten genomen. Maar het is zo, ik word zo blij van die zon. Het is zo lekker. Dus ik zit nu in de zon aan mijn scriptie te werken. En ik ben een heel eind. Elske die had me de feedback opgestuurd. Dus dat ben ik allemaal aan het verwerken. En ja, het gaat de goede kant op. Ik heb nu bijna hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 6 af. En dan is het zaak dat ik me ga richten op de conclusie en de samenvatting en dat soort overige niet leuke zaken. Ik hoop gewoon echt dat ik er volgende week van af ben en dat ik jullie nooit meer
me deze saaiheid van zo'n onderzoek hoeft te vervelen. Aan de andere kant denk ik ook wel dat als je zelf in deze scriptieperiode zit, of als je het hebt meegemaakt of als je het nog gaat meemaken, dat het wel lekker is dat je niet de enige bent met deze struggles. Denk ik. Maar laat me vooral weten als dat anders is. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat heerlijk geniet van een scriptie schrijven. Het lijkt me toch een beetje... Oh my god, er is gewoon een andere kat in de tuin, terwijl mijn huis hier ook is. Hi! Hi lieverd! Ja, schat, je mag hier komen, maar... Waar is muis? Muisie! Muis moet hier ergens zijn. Misschien worden jullie wel vrienden? Oké, dat is muis. Oh, hij gaat achter muis aan. Maar dit is muizenhuis. Hey! Ga weg! Nee! Wegwezen! Muis, blijf hier! Ja, je moet hier! Lars, kom helpen! Hij gaat achter onze kat aan. Til muis eroverheen. Zachtjes. Goed zo, jongen. Oh. Zachtjes. Goed zo, schatje. Zachtjes. Oh. Doe maar naar binnen. Ik dacht, misschien gaan ze wel helemaal bonden. Nou, mooi niet. Hij deed vet onaardig tegen muis. Maar hij is mij dan een knuffel. Ja. Muisje. Hij wilde wel dat ik hem pakte. Ja, normaal vindt hij het niet leuk als je hem pakt. Maar nu dacht hij, neem mij maar mee. Arme schat. Please give me chopper, please. Ik vond het echt zielig. Ja, echt hè. Pick me up. Mam, wil je me ophalen? Nee, ja, ik zag hem de tuin in komen en toen dacht ik... Oh, leuk. Misschien worden ze wel vrienden. Maar we hebben twee oranje katten hier in de buurt. En één kat is John en die is fantastisch. Maar dit is de andere oranje kat. En die is, vind ik, moeilijker peilbaar. Dus, maar ja, ik vind het wel een beetje zielig. Maar hij is dicht hoor, want hij is helemaal kijk van. Spicht wat die deur open gaat. Ja, ik weet nou niet of muis nog naar buiten durft. Dat vind ik echt zielig, want hij vond het zo leuk. Maar dan sloeg hij ook die andere. Nee, hij ging wel... Op. Ja? Ja. Een beetje spelen, denk ik. Maar muis is schrik gewoon, die kent hem niet. Nee, dat is ook zo. Ik gok dat muis even klaar is met buitenspelen de komende tijd. Arme schat. En ja, ik reageer dan ook heel hysterisch. Daar kan ik gewoon niks aan doen. Ik word dan zo boos en dan weet ik niet wat ik moet doen. En paniek en... Drama. Ik ben echt strontzagrijnig. En dat is niet door muis. Ik heb gewoon één paragraaf in mijn hoofdstuk 4 waar ik niet uit kon. En... Het lukt me gewoon niet om op papier te krijgen hoe het in mijn hoofd zit. En dat is echt onwijs frustrerend. Dus ik heb besloten om even afstand te nemen. Vanavond komt Max eten, een vriend van ons. We gaan pizza retten, dus ik ga nu maar boodschappen doen. Als, hopelijk een soort van mind clearing iets. En ik ga even naar de dierenarts, want muis had last van af en toe. Echt ineens super stinkende ontlasting. Dus we wisten niet eens goed hoe dat kwam. En toen had de dierenarts tijdens een castratie even gekeken. En toen zei ze, nou, ik kan niks geks vinden. Maar misschien wijst het op een... Weet zo'n ding ook weer? Bacterie, maar dan anders. Parasiet? Ik weet het niet precies. Het kan op iets wijzen. Dus we hebben allemaal poepklontjes moeten verzamelen van hem. En die ga ik nu even naar de dierenarts brengen, zodat ze dat kunnen onderzoeken. Vies verhaal, maar ja, hè? Ook dat hoort erbij. Nou, let's go. Nou, ik ben van chagrijnig ondertussen door naar boos. En niet om een scriptie. Maar wat de fuck heb ik net meegemaakt? Ik sta in de Jumbo bij de zelfscan afreken. En naast mij staat een vrouw te wachten tot ze geholpen wordt. Want ze had blijkbaar hulp nodig met iets. En er komt een meisje aan die daar werkt, die er komt helpen. En die wil eerst naar een andere mevrouw lopen, omdat ze dacht dat die andere mevrouw eerder hulp nodig had. Dus... Die loopt naar die andere mevrouw toe en dat meisje, of die andere mevrouw, zegt nee, mevrouw was voor mij. Dus ze draait zich om en die mevrouw die begint ineens te schreeuwen van, dit is al de zoveelste keer dat je dit doet en iedere keer stel je mij achter en ik heb het wel door, je doet het expres en nou echt, ik weet niet wat ze allemaal zijn, maar het was echt zo mega onaardig en dat meisje stond daar echt zo van, ik doe dit helemaal niet expres en joh, laat me met rust, weet je wel. Echt super sneu en ik kan daar echt niet tegen. Als zo'n jong meisje door zo'n oude vrouw helemaal wordt afgebrand. Ik vind dat zo belachelijk. Dus ik zeg, mevrouw, u kunt toch wel een beetje rustig reageren. En die mevrouw die begint helemaal te flippen tegen mij. Die begint echt te schreeuwen en te doen. En ik zal jou eens even op je bek slaan. En je wil alleen maar aandacht. En bemoei je er niet mee. Ik zeg, ja, sorry, maar als u zo in het openbaar stampij gaat staan maken. Dan ben ik wel, voel ik me verplicht om me daarmee te bemoeien, weet je wel. Om voor dat meisje op te komen. Het is jouw zaak niet en het is ook mijn zaak niet. Maar doe even lekker normaal tegen elkaar, weet je wel. Nou,
die vrouw met heel veel bombarie natuurlijk, weet ik veel, de winkel uit. Ik heb geen idee waar ze naartoe ging. En ik ging verder met afrekenen. Ondertussen dat meisje natuurlijk echt, nou, bijna in tranen, super sneu. Dus die vroeg van, wil jij nog even naar de servicebalie komen? Om even aan haar leidinggevende uit te leggen wat er is gebeurd. Want blijkbaar dient die oude zagrijnige vrouw dus ook 100 keer klachten in en zo. Ik vond het zo zielig en ik kan er zo fucking slecht tegen als mensen onaardig tegen elkaar doen zonder reden. Ik bedoel, dat meisje deed het niet expres. Ik zag het gebeuren, weet je wel. Doe gewoon een beetje kalm, doe gewoon een beetje chill. En die vrouw die ging zo door het lint. En ook echt met uitspraken dat je denkt, kom op vrouw, je bent 50 plus, gedraag je even. Nou, dat was blijkbaar heel moeilijk voor deze vrouw. Maar daardoor ben ik wel gedreven en heb ik zoiets van, oké, ik ga al deze woede stoppen in mijn scriptie en ik kom verder. Dus ik ben blij. Maar ik kan er zo slecht tegen, jongens. Ik vind onrecht echt verschrikkelijk. Dus wat dat betreft heb ik de goede studie gekozen. Nog even een muisupdate. De deur staat open en normaal zou die dan echt al meteen naar buiten zijn. Maar hij durft gewoon niet meer. Dat is ook heel zielig. Dat vind ik ook niet leuk. Oké, genoeg gezeurd. Hey, pizza deeg. Genoeg gezeurd. We gaan vanavond pizzaretten. Max is op visite, die staat buiten. Even een beetje te doen. Wil je hem in de koelkast leggen? Ik ga hem nog niet maken. Waarom niet? Nou, omdat ze anders zo zacht worden en dan krijg ik ze niet heel goed van het papier. Dus ik heb er nu 12. Dus dat is 4 per persoon. Ja, dat gaat wel. Ja. Maar we gaan pizzaretten. Ja, ik zei net tegen Max, je hebt gewoon de helft van die pan al op. En nu wegwezen. Jij loopt alleen met de jas. Nee. Foei. Nou ja. Foei. Je bent net zo feint als die rode kat van vanmiddag. Is dit soep? Nee, dat is tomatensaus voor op je ding. Ergens in de douche, man. Nou, dan ga je niet douchen. Zet dat ding maar op. Nee, ik ga even douchen. Nou. Dit is de pizzaretplank geworden. Allerlei lekkere dingen voor erop. Moet helemaal goed komen. Er was ook heel verkeerd, maar dat is nu op. Kut, Lars. Och, jongens, kijk nou hoe lekker. Dit hebben we wel verdiend op de zaterdag, hè? Ja. Nom, nom, nom. Hey, knappie. We hebben iets bedacht waardoor we Muis hopelijk een beetje in het gareel kunnen houden. Hij ontsnapt namelijk niet echt uit de tuin. Maar mocht hij wel een keer die drang voelen, dan hebben we een halsband omgedaan met zo'n Apple Tag eraan. Werkt super goed, kan je gewoon kijken waar die is en zo. En ook een geluidje afspelen. Dus ik had van de week een paar keer dat ik hem kwijt was, dus zat hij gewoon in de schuur. Maar dan ben je toch wel een beetje onzeker. Dus volgens mij is dit de manier. Nou hadden we alleen natuurlijk gisteren die kat. En Muis is wat dat betreft nog niet heel sociaal. Dus ik ga even de hond ophalen. Bumper is natuurlijk gewoon een oud beestje. En ze kunnen binnen nu ondertussen echt super goed. Dus ik hoop dat Bumper ervoor zorgt dat Muis daar misschien een beetje aan wendt. Dus ik ga even op de fiets naar papa en mam de hond ophalen. Goed hoor, jongen. Goed hoor, rustig lopen. Ik heb altijd geleerd dat je een hond eigenlijk op de fiets niet in galop mag laten lopen. Dus hij moet zo stapvoets, dat is beter voor zijn gewrichten. Zeker op deze leeftijd. Goed hoor, jongen, kom. Goed zo. Duurde even voordat Muis naar buiten wilde komen, maar there he is. 5 minuutjes later. Bumper wordt er zwaar onzeker van. Dan kijkt hij ook gewoon niet. Zie je, hij kijkt er een beetje overheen. Ik zie je wel, maar ik zie je niet. Ja, Bumper is duidelijk onderdanig aan de Muis. Oh, schatjes. Iedereen zit buiten lekker te borrelen. En wie zijn er weer aan het werk? It's us. It's us. Ik had echt geen tijd om mijn weekvlog te editen deze week door die kutscriptie. Dus die ben ik nu lekker last minute aan het editen. En ik weet niet of jullie de week van vorige week hebben gezien, maar dat stukje dat ik ga vertellen in de auto, dat Lars dacht dat hij een verrassing kreeg. Ik had toen zo de slappe lach en ik was nu aan het kijken en ik kon gewoon weer niet stoppen met lachen. Het is zo hilarisch. Dus mocht je dat gemist hebben, check het even. Het is echt geweldig. Geweldig. Hoe gaat het bij jou? Ik ben klaar. Ik moet alleen nog tanden maken. Wow, heb je echt snel gedaan, maat? Ja, ik had al gewerkt vanmiddag. Oh, chill. Oké, nou, ik ga ook even snel en dan gaan we zo lekker Grieks bestellen. Of iets anders. Heb je ergens anders in zin in? Ja, ik weet niet wat nog meer kan. Kijk, even thuis bezorgd. Zeg maar niet friet, want dat heb ik gisteren gegeten. Oké. Dus zeg maar, kijk, als we het gaan eten. Ik ben nu heel donker, dus ik hou me even vast. Dus als we dat gaan eten, oké, prima.
Maar dat is toch, dat heb je gisteren al op, weet je wel. Ja, dat is minder leuk. Maar ik moet wel zeggen, friet is altijd goed. Maar als je friet erbij hebt. Nee, maar dat is anders. Nee, maar dat is anders. Dan heb je friet er wel bij. Ja, maar als je alleen friet gaat eten, want gisteren had ik dan een kroket en een kaasvlees, dan heb ik dat nu. Ga ik dat maar ze niet aan het eten gisteren. Ja, maar kijk, in Limburg hebben ze dus één zo'n restaurant en dan maken ze dus hun kroketten en zo allemaal zelf. Oh, dus dat was luxe friet. Ja, luxe friet eten. Dat was heel lekker. Okay. Isa, waar heb jij zin in? Hoi Isa. Hoi. Ik eten bestellen. Ik weet echt niet waar ik zin in heb. Oké, nou gaan jullie maar thuisbezorg kijken en hoe het Oké, wij gaan even op thuisbezorg kijken en dan houden jullie natuurlijk op die heetje. Morgen week van kijken. Die gaat echt helemaal stuk. Isa kijkt elke week. Dus en dan doet ze dat om 6:30 in de ochtend als ik naast Isa leef. Weet je hoe chill is? De hele vlog die komt als enige vlog online op zondag. Nee, en ik ben altijd vroeg wakker, behalve als ik iets een feestje heb gehad of zo. Maar als ik gewoon op een feestje, alsnog 8:00 jongens. Ja. Maakt niks uit. Ik heb gisteren overleefd en dat 2 uur of zo. Ja, echt stom. Als je al vroeg wakker wordt, kan je volgende week kijken. Want alle andere video's die ik dan wil kijken, die zijn nog voor. Nee. Ik weet zeker. Heb je al iets gezegd wat mensen in reacties achter moeten laten? Nee. Deze week? Oké. Ik weet zeker dat er meer zijn zoals Isa. Dus zeg even als jij ook vindt. Maar ik weet wat ik dus ook merk bij mijn vlog. Dat mensen hem echt pas later in de week kijken. Want mijn weergave. Het is niet zo dat de eerste dag de weergave. Vaak komen er nog 20.000 weergaven bovenop in de loop van de week. Ja, precies. Nee, dat dus gebeurt ik denk vaak. Dat het wel een beetje 50-50 is. Dat je en de Isa's hebt die vroeg wakker zijn. Ik krijg ook vaak foto's van mensen met de kinderen die dan 's ochtends de weekvlog kijken. Omdat de kinderen dan zo'n tering vroeg wakker zijn. Maar dat moet geen tering zeggen, want dan zitten de kinderen dus ook mee. Nou, je snapt het idee. Ja. Goed. Hou jij even rekening. Wij gaan even één uitzoeken. Het lijkt echt alsof wij al bezig zijn met het afterzuipfeestje. Maar dit is gewoon ons avondeten. 1 grote tafel vol met Grieks. Echt fantastisch. En deze hier kijk ik zo naar uit. Dit zijn feta. Vette lapjes. Daar ben ik wel benieuwd. Review. Want ik wist niet of het lekker zou zijn. Lekker. Oh ja, jij wist niet of je wel Grieks wilde. Dit bestaat. Nog nooit. Nee, maar wij doen dit ook bijna nooit. Alleen met zo'n groot gezelschap. Ja, lekker eten. Ja, kan je van alles wat proeven en zo. We hebben allemaal verschillende schotels. Ja, top. Echt top. 1200 sausjes. 1200 sausjes. Een hele goede morgen jongens, het is zondagochtend. Ik heb echt fantastisch geslapen. Heerlijk uitgeslapen, lekker rustig aangedaan vanmorgen. Het was echt fantastisch. Lars die is werken. En ik was vanmorgen even aan het skippen door mijn DM's. Of skippen, ik lees eigenlijk bijna alles. Als het een beetje bij te houden is. Overal reageren, dat lukt niet, maar lezen lukt wel. En toen zag ik deze DM voorbij komen. En laat het nou toevallig in de week dat jullie dit zien, World Sleep Day zijn. Dus ik dacht, laten we het hier een keer over hebben. Want ik merk in ieder geval voor mij dat slapen het allerbelangrijkste is. En hetgeen waar ik het meest naar uitkijk op een dag. Ik kan er niks aan doen, maar ik hou gewoon van slapen. En ik ben niet iemand die op 5 uur slaap kan functioneren. Ik heb gewoon het liefst 10 uur steady slaap nodig. Nou zijn wij denk ik ondertussen een paar maanden geleden gewisseld van matras. We hebben nu dat Emma matras, ik heb er al eens vaker over verteld. En er zijn een paar dingen die voor mij heel belangrijk zijn en die ik super fijn vind. En ik dacht, ik ga jullie daarover vertellen, want echt een matras kan het verschil maken. We hebben dit bed, denk ik nu 3-4 jaar. 4 jaar misschien wel al. En ik merkte gewoon het matras waar we op lagen, dat lag voor mij helemaal niet goed. Het was eigenlijk veel te zacht. En zeker in tijden van de verbouwing kreeg ik gewoon echt super veel last van mijn rug. En als je ergens chagrijnig van wordt, is dat het wel. Terwijl het eigenlijk super makkelijk op te lossen is. Maar toch weerhoudt het je, omdat ik gewoon oprecht niet wist wat ik dan wel fijn vond om op te slapen. Nou, uiteindelijk werd ik benaderd door Emma voor een samenwerking. En die zeiden van, ja, ga eerst lekker proef liggen op het matras en kijk wat je ervan vindt. Nou kan dat als consument natuurlijk ook, want je hebt volgens mij 100 dagen proef liggen. En ze komen hem brengen, ze komen ook weer ophalen als het niet goed is. Dus dat is top. We hebben de topper en het matras van Emma. En het lekkere vind ik, ik ben dus best wel ingewikkeld. Ik weet niet precies wat ik lekker vind. Maar bij die topper en matras is het zo dat de ene kant hard is en de andere kant medium. Dus als je twijfelt of als je na een tijdje denkt van nou ik wil toch iets zachter, dan draai je hem gewoon om. Ik vind het echt geniaal, want wat heb je er inderdaad aan als de andere kant precies hetzelfde is? Nou, en wat ik ook wel lekker vind als je je matras gewoon koopt bij een goede website, is dat je gewoon een garantie hebt. Dus we hebben 10 jaar garantie op dit matras.
ideaal. Daar had ik natuurlijk vorige keer een kortingscode voor je. Die heb ik nog steeds. Dus als jij ook nog op zoek bent naar een nieuwe matras, dan kan je deze kortingscode gebruiken. Die geeft 10% korting op je bestelling. En heel eerlijk, mocht je een beetje twijfelen of jouw matras het verschil maakt voor een goede nachtrust, probeer het dan een keer. Ga gewoon die 100 nachten proef slapen. Ga het proberen, want echt waar, het kan vooral je lichaam echt een boost geven en dat is fantastisch. Dus, dikke tip. Nou, we hebben natuurlijk ons mooie nieuwe dekbed overtrek erop. En ik waardeer het dan zo erg. Ik kan er gewoon echt naar uitkijken als ik dan boven kom om hier weer in te duiken. Dus, dikke tip. Ik zal even het linkje in de beschrijving zetten. Dan ga ik nu heel snel het huis opruimen, want het is echt één grote puinzooi. En dan ga ik naar mijn schoonouders om samen met z'n allen gezellig te lunchen. Want Robin en Rens, mijn zwager en schoonzus, mensen vergeten dat wel eens. Die hebben corona gehad, allebei. Maar die zijn weer helemaal op en top genezen. Dus we kunnen weer leuke dingen doen met z'n allen. Dus dat gaan we even inhalen. Dus let's go. Nou, was even kort en krachtig bij de schoonouders. Ik ga nu naar de Lidl boodschappen doen. En ondertussen, terwijl ik in deze auto stap. We hebben deze auto nu bijna anderhalf jaar of zo. Maar we zitten eigenlijk te kijken of we geen elektrische auto willen. Want met die benzineprijs van nu, het is echt niet normaal. Maar ik weet gewoon, ik heb gewoon te weinig verstand. En ik lees dan dingen en ik snap er niks van. En ik vind het irritant. Want aan de ene kant wil ik er heel graag wat aan doen. En aan de andere kant kom ik er niet uit. Maar goed, misschien is dat iets voor na mijn scriptie om gewoon lekker op te focussen. Kijken wat voor nieuwe auto we kunnen ruilen voor deze. Want het is wel gewoon een feit dat de wereld natuurlijk aan het veranderen is. Ik heb daar nog helemaal niks over gezegd, merkte ik van de week. Over de hele situatie in Rusland natuurlijk ook. Maar ik vind dat moeilijk. Eerst vond ik het moeilijk omdat ik er nog niet zoveel van wist en begreep. En ondertussen heb ik me wel verder ingelezen. En laat ik vooropstellen dat ik het echt verschrikkelijk vind voor de mensen in Oekraïne. Het is natuurlijk mega beangstigend als je land ineens in oorlog is. En niet alleen voor de mensen in Oekraïne, maar ook voor de mensen in Rusland. Want er zijn natuurlijk genoeg mensen in Rusland die geen aanhanger zijn van Poetin. Maar als ik ook zie, hè, hoe ze dat nepnieuws verspreiden en hoe de propaganda in Rusland eraan toe gaat. Ik vind het echt, echt beangstigend. Oh, het gaat helemaal mis hier, jongens. Is dit een teken? Nee, toch? Goed, ergens weet ik dus niet zo goed wat ik daarover moet zeggen. Aan de andere kant denk ik dat we er allemaal hetzelfde in staan. En vorige week was natuurlijk die Giro 555 actie. En het is wel mooi, vind ik, om te zien hoe we dan als Nederland ons inzetten. En sowieso alle mensen die Oekraïners in huis nemen en zo. Echt fantastisch. Ik vind het zo mooi hoe mensen initiatief tonen. En natuurlijk is het lastig, want er zijn eerdere oorlogen geweest. En vluchtelingenbeleid is natuurlijk altijd een beetje omstreden. En er valt heel veel over te zeggen. Maar ik ben van mening dat je mensen eigenlijk altijd gewoon moet helpen waar je kan. En dat gebeurt nu. Dat is mooi. Dat wil ik even over kwijt. Nou, nu even naar de Lidl. Even boodschapjes doen. Lars is helemaal op de gezonde tour en die wil droog trainen voordat de zomer begint. Nou, je weet hoeveel verstand ik daarvan heb. Net zoveel verstand als van auto's. Maar goed, broccoli moet ik kopen en rijst en dat soort enerverende producten. Als ik dan zie wat hij eet, dan denk ik, schat, dit is toch niet lekker. Maar goed, hij vindt het prima. Het is zo grappig hoor, als ik vergelijk. We gingen hier 2 jaar geleden wonen. Wat voor boodschappen we toen deden vergeleken met nu, het slaat helemaal nergens op. We deden echt salauw boodschappen. En ik weet niet of dat komt omdat je dan gewoon heel veel mensen over de vloer krijgt steeds. Maar als ik kijk wat we nu allemaal in ons boodschappentasje hebben. Avocado's, volkoren, beschuit, roerbakgroenten en eerst was het echt chips, heel veel vlees voor het barbecue, dat soort dingen. Het is zo veranderd. Misschien ook wel een beetje de tijd van het jaar, maar het lijkt niet meer op wat het was. Oh, ik haat boodschappen uitruimen. Dat was hem weer, jongens, deze innoverende week. Ik wil je nog even laten weten hoe goed het met onze muis gaat. Ik
vond het zo leuk vorige keer met jou de vlog afsluiten. Zo gezellig. Hij heeft echt niks gemerkt van die castratie. Dus echt super fijn. Jongens, dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie volgende week weer. Laatste week scriptie. En dan ga ik er nooit meer over praten. Althans, bijna nooit meer. Dus ik zie je volgende week. En slaap lekker. Slaap lekker. Doei doei.